Hallo allemaal en goedemorgen. Welkom terug. Het is maandagochtend, 23 maart. En dit is dag 8 van de zombie apocalypse. Zombie apocalypse day 8. Dit is de tweede week van de zombie apocalypse. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Zij was gisteren was ze bij Buitenhof. Kijk, hoppa. Kijk hoe ze eruit ziet. Fantastisch, hè? Volgens mij is dit hetzelfde groene kostuum wat ze aan had toen ze burgemeester werd. Ze heeft een andere blouse onder, maar kijk maar. Oh nee. Toen had ze geen colbert aan. Sorry, dat vergis ik me. Ik zie groen, weet je, dat is omdat dit beeld gewoon in mijn geheugen gegrift staat. Maar goed, de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam, en dat was long overdue. Maar ook de eerste burgemeester van Amsterdam die een zombie-apocalypse in banen mag leiden. Een afschuwelijke baan, lijkt me dit. Ik heb besloten om te proberen vast te gaan leggen, deze zombie-apocalypse. Want zoiets maak je natuurlijk maar één keer mee. En het lijkt me gewoon leuk om te doen. De eerste week verliep eigenlijk wel goed. Ik weet niet hoe u dat heeft. Burgemeester Halsema is ongeveer mijn leeftijd. En zij heeft twee kinderen, twee tieners. Die zijn volgens mij 1 jaar ouder dan ons kind. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben apetrots op die kleine. Die doet het fantastisch goed. Het is natuurlijk afschuwelijk om zo van binnen te moeten zitten. Maar die is serieus bezig met wat schoolwerk en wat lezen en een werkstuk bouwen. Die houdt zichzelf bezig. En is ze aan het helpen met de hond en noem het allemaal op. Ze is af en toe wat buiig, maar weet je, voor een week opgesloten zitten met je saaie bejaarde vader. Het valt mij reuze mee. Ik ben diep onder de indruk. Ik heb voldoende toiletpapier, ik heb mondkapjes, ik heb rubber handschoentjes. En ik ben nu best handig geworden in naar die supermarkt gaan. Ik hou afstand van iedereen. Ik kom echt aan zodra de deur open gaat om 8 uur. Dan zet ik dat mondkapje op en vlieg ik door die supermarkt heen. Ik heb mijn lijstje helemaal op volgorde staan. Ik weet precies waar alles ligt. Snel alles inladen langs die kassa. Bij de kassa hebben ze nu een soort afschermblokken heel hoog voor die kassières neergezet. Die meiden hebben nog steeds geen mondkapjes op. Ik vind dat ze die gratis moeten krijgen. En dan afrekenen met PIN. Geen geld meer natuurlijk, want dat moet je allemaal in je handen hebben en zo. Die meiden hebben wel allemaal hele dikke, mooie rubber handschoenen aan. En ze moeten echt in dat kleine kabinetje blijven. Lijkt me vreselijk. Die zitten dus opgesloten in een soort stolp. En dan snel afrekeningen en rekenen de deur uit. En dan op de terugweg kan ik dat masker af. Het lijkt me onmogelijk om lang dingen te doen met dat masker op. Want volgens mij ga je dan hyperventileren, val je flauw. Maar goed, ik ben er heel handig in geworden. En we hebben nu allemaal plekken gevonden waar we die hond kunnen uitlaten, waar je vrijwel geen mensen tegenkomt. En de mensen die je tegenkomt, ja, die zijn bezig met hun hond, dus die nemen gewoon wat afstand. Want ze willen sowieso niet dat die honden bij elkaar komen. Want dat wordt snuffelen en vechten en blaffen en daar heeft niemand tijd voor. Dus dat gaat ook heel goed. Na 1 week hebben we best wel onze draai gevonden. En wij kunnen met enige zekerheid zeggen dat wij niemand hebben besmet. En we zijn zelf ook niet besmet. We wandelen even door het. Hoe doet de burgemeester dat? Hoe doet de burgemeester dat? Zij kan niet in zelfisolatie, want ze heeft een publieke functie. Ze heeft een vitaal beroep. Moeten haar kinderen gewoon naar school? En dan gaan ze gillen. Niemand moet naar school. Wij wel.
Waar is mijn oplader? Ik weet niet waar je oplader is. Pak gewoon je tas en dan ga naar school. Nee, ik ga niet naar school. Ik kan er niks aan doen dat jij een vitaal beroep hebt. Het is vet racisme. Nee, is geen racisme. Kindermishandeling. Nee, dat is geen kindermishandeling. Wel, want niemand anders moet... Dus... Waar is mijn oplader? Ik weet niet waar je oplader is. Pak je tas in. Robert rijdt jullie wel even met de auto. Nee, ik ga niet. Oké, het belangrijkste nieuws. We wandelen er even heen. Dit is het slechte nieuws. Dit is gisteren. 4200 mensen besmet. Het gaat hard. Er komen er per dag meer dan 500 bij. En gisteren nog veel slechter nieuws. Namelijk 43 mensen overleden. Dat is een aanzienlijke stijging. Ik vond 30 mensen per dag al heel erg. 43 mensen per dag word je helemaal niet vrolijk van. En in totaal zijn er nu 179 Nederlanders overleden aan deze vreselijke ziekte. En er zit nu dus ook een relatief jong iemand bij, namelijk iemand van 57. Je wordt er niet vrolijk van. Het is dood en doodeng. Mensen, blijf zoveel mogelijk binnen alsjeblieft. Oké, burgemeester Abu Taleb ziet een contactverbod in beeld komen. Nou, dat is een beetje het grote nieuws van gisteren. Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, zit in zelfisolatie, want iemand in haar buurt is positief getest op corona. En zij is natuurlijk de grote leider van het land, weet je wel. Zij moet blijven functioneren. Dus zij heeft een of andere shot gehad tegen mening kokken of zoiets. En zij zit in zelfisolatie. Gisteren, dit weekend, zaterdag, was het hartstikke mooi weer. En mensen gaan dan naar buiten, want ze zitten een week opgesloten binnen. En er waren natuurlijk allemaal klikkers. Oh, kijk, die mensen gaan naar buiten. En die houden geen anderhalve meter afstand. Kijk, hun niet eens. En daar raakte iedereen volledig over in paniek. In Duitsland is het nu verboden om met meer dan 2 personen samen te komen. Geen samenscholingen van meer dan 2 personen meer. Dat wordt lastiger om hand te haven, denk ik. Okay. Dan hebben we hier een rare. Dit is minister Schouten. Zij doet landbouw, natuur en voedselkwaliteit. En zij heet Carola Schouten. Kijk, ze kijkt hier een beetje nors. En het staat er echt, koop extra bloemen. Voor wie? En dingen niet af bij groenteboer. Sowieso, weet je, het feit dat ze het groenteboer noemt. Ja, dat toont dat zij heel volks is, denk ik. Net zoals de sigarenboer, weet je wel. En de groenteboer. En hoe doe je dat? Afdingen bij de groenteboer. Leg dat eens aan me uit. Ik bedoel, als ik naar de supermarkt ga, weet je, dan haal ik daar groenten en fruit. En dat gaat over zo'n lopende band heen. En onder de lopende band zit een gewicht. Dus die bananen die worden gewogen. En er is gewoon een prijs per zoveel kilo afgesproken. Dus dat is gewoon een vast bedrag. Als ik op dat moment tegen dat meisje achter die kassa in dat stolpje ga zeggen van, nou, ik vind dat wel heel duur voor die 6 bananen. Doe je het ook voor 50 cent minder? Dan denkt zij dat ik gek ben. Maar presumably, misschien kan je dat doen op de markt. Dat je op de markt handjeklap gaat lopen doen met de groenteboer. Dat lijkt me gewoon zo stug. Maar ja, goed, blijkbaar doen ze dat. Oké, wat zegt zij? Zij zegt, Nederland is een exportland. En dat betekent zware tijden voor boeren en tuinders. Moeten ze nog meer subsidie hebben. En vanwege reisbeperkingen ontstaat er nu een overschot aan bepaalde producten op de markt, omdat ondernemers het niet kwijt kunnen in het buitenland. Geef het dan aan ons, goedkoop. Of aan arme mensen. Geef dan de voedselbank. Geef dan aan. Geef dan die bejaarden te huizen. De sierteelt is hier een voorbeeld van. Dus dat zijn bloemen dan. Kwekers kijken of ze hun bloemen een mooie bestemming kunnen geven in verzorg- of verpleeghuizen. Hartstikke goed idee. En dan roept ze het volk. Dat zijn wij, om mee te helpen. En met meehelpen betekent het dus, bedoelt ze dus dat wij
moeten doen wat zij zegt. En door te doen wat zij zegt, steunen wij de landbouw, natuur en voedselkwaliteitssector. Wij gaan boeren en tuinders die miljoenen en miljoenen aan subsidies krijgen, die gaan wij helpen. En dat gaan we op de volgende manier doen. We gaan niet in onze handen klappen. En we gaan niet onze handen stuk slaan. Klap je handen helemaal stuk. Krankzinnig. Nee, dat gaan we niet. Wat gaan we wel doen? Kijk ook eens wat je zelf kunt doen. Koop eens een extra bos bloemen. En zorg dat de boer, visser en tuinder een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ook al zou het markttechnisch niet hoeven. Zo kunnen we elkaar helpen. Dat zegt ze dus echt. Dus moet je even voorstellen, we hebben, weet ik veel, heel veel vis over. Een haring kost, weet ik veel, €2 met uitjes en een gurk. Maar we hebben nu waanzinnig veel haring over. Waardoor de prijs van die haring gewoon naar 50 cent kan. Maar dat doen we niet. We gaan €2 betalen. Ook al is dat markttechnisch niet nodig. We gaan dus meer betalen voor producten. Wat voor waanzin is dit? En we gaan dus extra bossen bloemen kopen. Gewoon, die hebben we helemaal niet nodig. Dat kan we allemaal mooi verwelken. En die gaan we opsturen aan mensen die er niet om zitten te springen. En we zullen het moeten laten bezorgen. We kunnen het niet zelf langsbrengen. En dan komt het. Tot slot benadrukte de minister meerdere malen dat er echt voldoende voedsel in Nederland is. Ook als dit langere tijd duurt. Ja. Koop bij lokale ondernemers. Zo kunnen zij open blijven en verspreid je de mensen beter. Dus dat wil zeggen dat je naar die kleine Turkse groentewinkel moet gaan en niet naar de supermarkt. Maar ja, dan moet je naar twee winkels met een masker op. Ik heb daar niet zoveel zin in. Ik doe liever alles in één keer bij de supermarkt en ga dan binnen schuilen. Ik weet niet, dubieus advies. En dan deze was fantastisch. De politie bewaakt een fabriek voor nog niet bewezen coronamedicijn in Zeewolde. En wat maken ze daar? Het malariamiddel chloroquine. En chloroquine, dat is in China, is dat gebruikt bij mensen die zware COVID-19 hadden. COVID-19, dat is de ziekte. Dat is de longziekte die je krijgt. En als je dat eenmaal hebt, dan werkte dit malariamedicijn, dat chloroquine. Dat werkte bij mensen die ernstige verschijnselen hadden. Ja, dan heeft er zich een incident voorgedaan. Een onbekende verdachte situatie zondag. Dus nu staan er agenten en politiewagen en burgerauto's aanwezig. En die houden daar de boel nauwlettend in de gaten. Leuk, je zal daar werken. Krankzinnig. Dan de VS, ja, het wisselt aan een beetje. Ik hoopte op universal basic income, alle Amerikanen $1000 per maand. Maar nu krijgen ze allemaal eenmalig $3000. Daar schiet je niet mee op. Bedrijven krijgen gek genoeg wel heel veel geld. En uitstel van alles en nog wat. Dan gaan we naar het parool. En wat stond hier? Ja, dit was een oproep van het parool. Troostnummers. Wish You Were Here van Pink Floyd. The Beatles. Wanhoop Niet van de Dijk. Laten We Dansen. Perfect Day van Lou Reed. Jeetje. Ik doe er niet aan mee. Bondskanselier Merkel in thuisquarantaine. En dan was dit was het beste nieuws. Burgemeester Halsema was gisteren te gast in Buitenhof. Ze zag er fantastisch uit. En ze deed het heel goed. En ze was heel kalm. En wat zij zei was eigenlijk de beste oplossing. Als iedereen gewoon zichzelf isoleert. Trek rubber handschoentjes aan. Doe een maskertje op. Ga zo kort mogelijk naar buiten. Alleen voor noodzakelijke dingen. Weet je, dus de hond uitlaten of naar de dokter of weet ik vooruit. En voor de rest, ja, blijf gewoon binnen. En dat moet een paar maanden.
En dat is niet leuk. Je wordt gillend gek natuurlijk. Helemaal als je een klein huis hebt en veel kinderen. Maar dat is de enige manier. Gewoon, klaar. Er is geen medicijn tegen dit spul. En je wil niet dat jij op de intensive care eindigt. Of een familielid, of iemand anders, je buren, weet ik veel. Maar goed, zij zat in Buitenhof en zij zei, als mensen nou zelf hun verantwoordelijkheid nemen, dan hoeven we helemaal geen lockdown te doen. Dan hoef ik mensen niet op te sluiten in hun huis. En ze zei ook expliciet, dat is vreselijk voor kinderen. Het zijn kleine appartementen hier in Amsterdam. Als je daar met z'n vijf en zes in opgesloten zit, dan word je helemaal gillend gek. En zij weet waar ze het over heeft. Want ze heeft zelf twee van die tieners met twee van die telefoons. Daar wil zij ook niet mee opgesloten zitten. Waar is mijn oplader? Mag ik jou opladen? Nee, je krijgt mijn oplader niet. Ik weet niet waar jouw oplader is. Je bent in mijn kamer geweest. Nee, ik ben niet in je kamer. Wel toen je dat wasgoed neerlegde. Heb je dat wasgoed opgeruimd? Heb je dat in je kast gestopt? Nee, ik zoek mijn oplader. Geef me jouw oplader. Nee, ik geef je niet mijn oplader. Ga het wasgoed nu in je kast leggen, want anders trek ik het internet eruit. Weet je, zoiets. En dat dan maal twee. Je moet er niet aan denken. Dus ik denk dat dat ook een rol speelt, weet je. Ze weet precies hoe dat is, om in zo'n appartement te zitten met vervelende kinderen. En dat wens je je ergste vijand niet toe. En ze legt ook uit, zo'n lockdown, dat is een gruwelijke maatregel. En alle ouders, zeker de ouders met tieners, die kunnen daarover meepraten. Opgesloten zitten tijdens een zombie-apocalypse. Met je appende, puperende, hormonale dochter. Het is bijzonder. Allemaal quality time. Anyway, je kan Buitenhof, uitzending gemist. Kijk, kun je hem hier zien? En ja, kijk hoe ze eruit ziet. Ze was fantastisch. Was ze heel kalm, heel relaxed. En wat ze ook nog zei, was in dit soort tijden. Weet je, waar er echt een grote crisis gaande is. Moet je niet als overheid alleen maar dingen gaan verbieden en tegen mensen gaan lopen schreeuwen en uniformen op straat. Weet je? Je moet mensen steunen. Je moet een soort vriend worden van die burgers. Want die mensen die hebben je heel hard nodig. Dus je moet kalm blijven en geen rare shit gaan doen. Het is echt fantastisch was ze. Waarom wil de ernst van de coronasituatie nou niet doordringen? Ja, dit is dus wat je krijgt. Je grote borden waarop staat, hou afstand. En kijk, iedereen, niemand houdt afstand. Ja, gebeurt dit vaak? Weet ik niet. Bij het strand, het Amsterdamse bos en hier de parken schijnen heel erg te zijn. Dus niet naar het bos, niet naar het strand, niet naar de parken. Dat had ik al bedacht. En zo vroeg mogelijk naar de supermarkt als het er stil is. Dat is mijn advies. Dan Amsterdamse hotels sluiten massaal hun deuren. En hier neem ik even kalm een sigaretje bij. En even een slokje vers geperst sap. Oh, dat is lekker. De Amsterdamse hotels sluiten massaal hun deuren. De Amsterdamse hotellerie implodeert dit weekend. Hotels sluiten massaal de deuren. Na de kleine keten hotels, nu ook de giganten. Zondag, dat was gisteren, gaat het Okura Hotel dicht. Tienduizenden medewerkers zitten inmiddels thuis. Voor veel hotels is de verdrinkingsdood nabij. Herman Stil, dit is het parool. Lieve mensen, ik vind het heel sneu voor die hotels natuurlijk. De mensen die daar werken, die hebben geld nodig. En dat kan niet als al die hotels over de kop gaan. Dus als jij in hotels werkt en je zit nu thuis en je hebt geen poen en je bent doodsbang dat je in de WW eindigt, dan spijt dat me heel erg. Maar ik zie hier een cloud with a silver lining. Want als die hotels dicht zijn, lieve mensen, dan betekent het dat die toeristen massaal aan het vertrekken zijn. De ratten verlaten het zinkende schip. Ze hebben er geen zin in. En
Ja, god, weet je, deze stad krijgt 18 miljoen toeristen per jaar. De zomer zit eraan te komen. En van de zomer heb je ook nog eens alle kinderen die vrij zijn. En die gaan ook allemaal op pad. En van de zomer is het in Amsterdam zo afschuwelijk druk. En ook nog eens zo warm. Dan is het echt niet te doen. Echt, ik ben al jaren de stad echt aan het ontvluchten. Dus de hotels dicht. Ja, ik vind het heel zielig voor al die mensen. Maar ja, mensen die daar bewaking doen. Mensen die daar in de bediening werken. En het is een groot drama. Ik nodig iedereen uit om dit te lezen. En hou dan even in je achterhoofd de drukte in Amsterdam. En 18 miljoen van die terroristen ieder jaar. Sorry, toeristen ieder jaar. Ik moet zeggen, ik heb meer last van toeristen dan van terroristen trouwens. Anyway, de hotels dicht. Nog meer drama. En dan dit is dan ja, iets positiefs, vind ik. Nog even niet in het theater, maar wel op je laptop. Opera Ritratto. En wat is dit? Nou, dit is een gestreamde versie van Ritratto. En dat is de Nederlandse opera. Nou, zou ik daar ooit heen gaan? Zou ik naar Nederlandse opera gaan? Nee, helemaal nooit. Ik ben nog nooit naar een opera geweest. Maar nu dus. 1 uur en 31 minuten lang. Dat is gek natuurlijk. Dat ga ik vandaag kijken. Ik zit hartstikke veel binnen. En ik wil de Nationale Opera hier hartelijk voor bedanken. Ik vind het een fantastisch initiatief. En ik ga een beetje lezen waar dit stuk over gaat. En dan ga ik daar uitgebreid voor zitten ergens vandaag met een koptelefoon op. Weet je, dit is iets wat ik normaal niet zou doen. Maar door het coronavirus doe ik het wel. Snapt u een beetje? Dus ja, dit is een heel positief iets. Weet je, iets helemaal nieuws. Ik heb helemaal niks met opera. En wie weet is het wel heel goed. En dan was de laatste was. Dit is echt waanzin. Zorgt de coronacrisis voor een nieuwe hoofdrol voor de trein? Dus waarom dan? Nou, de trein biedt misschien soelaas. Dit is van Ivo Weijel. Weet je, de vliegvelden zijn allemaal dicht. Niemand vliegt meer. En ja, binnenkort kun je met de Eurostar vanaf 30 april non-stop van Amsterdam naar Londen. Nou, hij denkt, dat moet je doen. Dus ja, een soort ode aan de trein. Ja, ik zou nu ook niet met de trein willen reizen. Die zal helemaal vol met mensen zitten. Daar zal het in sommige situaties onmogelijk zijn om 1,5 meter afstand te houden. Maar ja, je weet het, ze moeten dingen verzinnen. Wat doe je met de kinderen? Wat gebeurt er met een toiletrol? Geef je nog iets van controle? Nieuwe hoofdrol voor de trein. 1,5 meter afstand. Dan ook niet de supermarkt in. Bij supermarkt Deen mag nog maar 1 klant tegelijk naar binnen. Dat is echt totale onzin natuurlijk. Amsterdamse hotels dicht. Extra maatregelen tegen drukte op de markten. Woeker, hamsterwoede. Mensen, voedselbanken in de problemen. Het gaat alleen maar over corona. Alles wordt gerelateerd aan corona. Welke films moet je kijken met corona? Welke series moet je kijken met corona? Zelfs de cartoons van Hein de Kort is alleen maar corona. Ik vind 1 week lockdown en zelf in post-lockdown en al dat coronanieuws. Dat 3 maanden lang, hè? Want daar kijk je tegenaan. China kampte hiermee vanaf november zo'n beetje. Toen waren ze het heerlijk aan het onderschatten. En dan vanaf december wordt het daar grote mensenproblemen. Dus dat is november, december, januari, februari en nu maart. En nu voor het eerst, na 5 maanden, komen er in China geen besmettingen bij. Maar daar, China ging echt helemaal op slot. Die hebben gewoon alles dichtgegooid. Met kleine robotjes op straat die waarschuwen dat je naar binnen moet. En heel veel mannen in uniform de straat op. En voedselpakketten aan je deur. En je mag de deur helemaal niet uit. Die hadden er 5 maanden voor nodig. Veel grotere bevolking natuurlijk. Maar die hebben de curve weten af te zwakken.
En hetzelfde is gebeurd in landen als Singapore, Zuid-Korea. Gewoon als de overheid daar iets zegt, dan doe je het. 3 maanden. Wij zitten in de eerste maand. Dus ergens na de zomer, als we het allemaal goed doen, zijn we er dan vanaf. Dat is 5 maanden binnen zitten. Met zo'n leuke tiener. Ik wil daarna wel iets van een prijs krijgen of zo. Iets van een standbeeld. Weet je, 5 maanden opgesloten zitten met een mondige tiener. Volgens mij hoor ik daar iets van een standbeeld voor te krijgen. Poeh. De eerste week, nogmaals, viel echt de reuze mee. Ging wel goed eigenlijk. Maar 5 maanden, dat is wel lang. Dat is wel lang. Lieve mensen, bekijk die uitzending van Buitenhof. Onze burgemeester Femke Halsema, was daar helemaal fantastisch. Ik hing letterlijk aan haar lippen. Zo kalm, zo degelijk, poised, vriendelijk. Dat was een heel mooi moment. Vrij in het begin. Dat ze even moet hoesten. En ze hoest eerst in de hand en daarna inderdaad in de elleboog. In de tweede hoest, die kondigt ze ook aan. En dat is gewoon normaal hoesten. Gewoon je keel schrapen omdat ze zelf al moet praten voortdurend en vergaderen. Maar het is een prachtig moment. Echt waar, kijk dit, kijk Buitenhof. En ja, er zijn een heleboel mensen die zijn in het aan het piepen en huilen. Daar wil ik nog wel even bij mijn klacht over doen. Als ik het nieuws bekijk, het zijn altijd dezelfde. Het is Geen Stijl, De Post Online, Elsevier en De Dagelijkse Standaard. En gewoon, daar komt alleen maar negativisme uit. Die zijn alleen maar aan het piepen en aan het janken over onze burgemeester. Ik snap daar echt niks van. Je moet echt naar deze uitzending kijken, want ze was gewoon helemaal fantastisch. Klaar, dit is wat je wil in een burgemeester. En dan some. Dus ik hoop dat de kritiek op de burgemeester een beetje kan stoppen. Vandaag is zij in overleg met ons kabinet in Den Haag. En ja, ik ben heel bang, lieve mensen, dat onze burgemeester geen keuze heeft. En dat we vandaag meer maatregelen krijgen. Nog meer verboden om hier te staan, verboden om daar te staan. Nog meer afstand, nog meer borden over afstand. En het zou me niet verbazen als er nog heel veel meer winkels dichtgaan. Gewoon alles behalve de supermarkt, de drogist, de groenteboer. Zoals die mevrouw uit de jaren 50 het noemde. Groenteboer waar je kan afdingen trouwens. Ik ben nog nooit een groenteboer tegengekomen waar je kon afdingen. Waar zou het gebeuren? Buiten de ring? Ver buiten de ring, denk ik dan. Zij zal geen keuze hebben. En zij zal denk ik alles gaan dichtgooien en samenscholingsverbod. En weet ik veel. En dat 3, 4 maanden lang, misschien wel 5 maanden lang, als we pech hebben. Er blijft helemaal geen economie over dan. Mensen worden gillend gek in hun huis. Iedereen krijgt cabin fever. Eet zijn eigen kinderen op. Dat wordt wat. Maar je zult zien dat er extra maatregelen komen. Ik ben daar heel bezorgd over. En ik hoop dat ik gewoon normale toegang tot de supermarkt krijg. Want ik moet dagelijks spullen hebben. Ik heb geen auto. Ik kan niet inlaaien en heel groot inkopen. Ik heb een piepklein koelkastje. En als ik gewoon iedere dag kleine portie haal, dan hebben ze dat. Anders moet ik gaan hamsteren. Moet ik, weet ik veel, wat met een taxi mijn boodschappen gaan doen ergens. En dan taxi bellen vanuit de parkeergarage. Hoi, ik heb allemaal boodschappen die ik niet naar huis kan brengen. Mag ik in jouw taxi zitten hoesten? Dat zie ik helemaal niet gebeuren. Dus alsjeblieft, geen rare restricties op een supermarkt. Maar een samenscholingsverbod, dat vind ik prima. Kondig maar af. En lieve mensen, je zult zien, vandaag wordt meer slecht nieuws. Dit getal gaat weer stijgen. En laten we hopen dat het niet te veel stijgt. Oh, het is met dat icoontje ook erbij, weet je. Deze persoon die zit nog recht overeind. Maar een hele hoop mensen die liggen dus plat aan de beademing. Ik vind dit misleidend, dat icoontje. Dat is zo kwetsend voor mensen die aan de beademing liggen. Mevrouw de burgemeester, ik vond dat u het gisteren helemaal fantastisch deed. Het was echt helemaal super. Laat u niet gek maken. En lieve kijkers en lieve luisteraars van dit razend populaire YouTube-kanaal. Blijf zo ver mogelijk binnen. Hou afstand. Doe rubber handschoentjes aan. Doe een mondkapje voor. Stay safe.
Weet je, zorg dat je niet besmet raakt en zorg dat je anderen niet besmet. Blijf binnen. Leuk is het niet, maar doe het nou. Mensen, wij gaan door met verslag doen vanuit de bunker. Dit is de zombie apocalypse. Day 8, dag 8. En dit is week 2 van de zombie apocalypse. Nogmaals, week 1 viel wel mee. We gaan kijken wat week 2 brengt. Ik blijf verslag doen vanuit mijn eigen persoonlijke lockdown in ons bunker. En tot morgen.